Drie bedrijven van het Leidse Bioscience Park organiseerden vrijdagochtend een speciale editie van de bekende talkshow De Wereld Draait Door. Burgemeester Henri Lenfrink was een van de gasten. Hij vertelde over Leiden als wetenschapsstad. Waar wij ontzettend trots op zijn is dat we natuurlijk dit jaar European City of Science zijn geworden. Het lijkt een beetje op Europese culturele hoofdstad, maar nu van de wetenschap. En dat past heel erg bij ons, want Leiden is al sinds 1575 een echte wetenschapsstad. De oudste universiteit van ons land hebben we. En wetenschap zit bij ons eigenlijk in het DNA. De bijeenkomst werd georganiseerd in Biopartner 5, een bijzonder gebouw aan de rand van het park. Biopartner, dat is eigenlijk een organisatie waar startende en doorgroeiende bedrijven een plekje krijgen met gezamenlijke faciliteiten. En dit is de laatste lood aan de stam van Biopartner. Een heel innovatief gebouw dat energie-neutraal is, dat voor een deel is opgebouwd uit gesloopte delen van de Wiskunde en Natuurkunde faculteit. Dat is eigenlijk wat dat betreft prachtig. En het is een voorbeeld van de dynamiek in dit gebied dat we nu al aan Biopartner 5 zijn. En we denken zelfs al stiekem aan Biopartner 6. Ook de voorgenomen sluiting van het kinderhartcentrum van het LUMC kwam in de talkshow ter sprake. Lenfrink is fel tegenstander. Ja, dat zou dramatisch zijn als dat zou verloren gaan. Het is het beste centrum van Nederland. Heel gek dat naar kwaliteit eigenlijk nauwelijks gekeken is. Het is ook een van de twee grootste in Nederland. Het oudste als het gaat om heel stevig samenwerken, Leiden-Amsterdam. Dus eigenlijk wel een prachtig voorbeeld van hoe het zou moeten. Wordt ook internationaal als een van de grote voorbeelden gezien. En dat is heel raar dat je die daar nou net uitkiest. Vorige rapporten die lieten steeds zien van ja, deze moet je in ieder geval behouden naar de toekomst toe. En er is eigenlijk nauwelijks enige argumentatie waarom we daarvan af zouden moeten wijken. Ik vind dat de argumenten heel sterk zijn om een andere keuze te maken. Ik hoop dat de Tweede Kamer ook zal uitspreken. Benoem maar een stevige commissie van wijzen met mensen, ook uit Europa, om hier goed naar te kijken. Dan weet ik zeker dat die op een andere keuze komen. Nog het hele jaar is Leiden Europa's wetenschapshoofdstad. Maar wat komt daarna? Dan is het jaar klaar. Maar we denken natuurlijk dit jaar ook na van wat kunnen we nou gebruiken om in de komende periodes nog steeds te profiteren van het feit dat wij dat in 2022 zijn geweest. Welke leuke dingen kunnen we houden? Belangrijke dingen kunnen we houden om in de toekomst ook nog profijt van te trekken. Belangrijke vraag voor ons, daar zijn we dit jaar ook mee bezig. We hebben nog niet alle antwoorden, maar het is wel een belangrijk thema.